Welkom in Rotterdam bij de Nederlandse première van De Drie Biggetjes! Zag je ooit al zo'n wonder? Zoveel beestjes bij elkaar. Ja, ik ben ontzettend blij om de musical weer hier in Nederland te gespeeld te hebben. Maar het vond het wel spannend. Want in België was het gewoon nog wel een soort van zeilen. Maar toen gingen we naar Nederland. En al kom ik uit Nederland, ik had echt het idee van, oh, nou ga ik het aan mijn eigen publiek laten zien. En dat vond ik zo spannend, maar het is zo goed ontvangen. En we zijn zo blij. En ja, ik kan niet wachten om door te gaan toeren. Die pluisje is hetzelfde in Nederland en België. Er zijn wel een aantal andere dingetjes die zijn aangepast. Oper bijvoorbeeld is geen kieken meer, maar een domoor. Ja. Ik merk toch wel een verschil. Ik heb zo het gevoel dat de kids hier in Nederland veel meer willen helpen en zeggen wat er gebeurt. Op het moment dat Pluisje bijvoorbeeld weg is en wij vragen waar is Pluisje, antwoorden de kinderen in Nederland, die is meegedoken door de wolf. De mama van K3, dat is toch wel echt, dat zijn toch goals, hè? Dat is toch wel fantastisch. Toen ik ook voor werd gevraagd, heb ik geen moment getwijfeld. Want ik dacht, ja, nee, dit is fantastisch. Jij een staartje met een krul. Jij een tanden zulke grote. Jij een krullen en ik brul. Oh, ik vond de musical echt geweldig. Dat decor, het huis van de biggetjes, die rots waar de wolven op staan. De kostuums ook zijn zo ontzettend leuk. Alle bosdiertjes die er zijn. En natuurlijk de liedjes. Ik vond het echt in één woord fantastisch. Het is sowieso een hele grote berg aan nostalgie voor mij, want dit was... De musical hiervan heb ik zelf als kind nooit in real life gezien, maar ik had er een dvd van die ik helemaal plat gespeeld heb. Dus om het dan nu voor het eerst in het echt te zien met mijn kleine nichtje mee, dat was echt heel erg leuk. Ik denk dat dit live mijn eerste K3 ervaring was, maar die is heel goed bevallen. Dus laten we nog maar een keer gaan. Het is echt geweldig. Ik heb ook de eerste gezien en misschien vond ik deze wel nog beter. Ik vind ook dat iedereen in Nederland die kinderen heeft, die moet naar deze voorstelling. Als ik de musical in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen feestje. Het is echt gewoon... Ja, ik merk iedereen geniet enorm op het podium. En je voelt ook uit de zaal, zo aan alle reacties terugkomen, dat iedereen mega aan het genieten is. Dus ik denk echt dat het een feestje is voor jong en oud.